Filmpjes van opdrachten met je docent delen, zonder YouTube. We gaan nu filmpjes delen en dat doen we in 5 stappen. Stap 1. Staan je filmpjes in jouw OneDrive van school? We gaan naar de verkenner. Hier staat de OneDrive van school. En in die OneDrive van school ga ik naar de juiste map. Ik heb de map techniek. En hier staat mijn filmpje. Dit filmpje wil ik delen met mijn docent. Hoe ga ik dat doen? Daarvoor heb ik nodig stap 2. Stap 2 is rechtermuisknop en ik ga delen. En dan ga ik namelijk hier de naam invullen van mijn docent. Verlaak. Nou, het was al deze manier. Stap 3. Kopieer de koppeling. Dus koppeling kopiëren, daar druk ik op. En mijn koppeling is gekopieerd. Daarna ga ik naar het document toe. Ik ga naar Word, naar het document. En ik zie hier namelijk opdracht 1 staan. Aan dit woord, stap 4, wil ik dit filmpje koppelen. Ik heb nu al geselecteerd. Ik doe rechtermuisknop. En dit wordt stap 5, de koppeling delen. En op dat moment heb ik daarop gedrukt. Ik doe weer rechtermuisknop, plakken. En op dat moment, oké. Je ziet, hij is blauw geworden in het document. Dat betekent dus dat er aan dit woord een filmpje gekoppeld is. En dit is de manier in 5 stappen hoe je een filmpje via je OneDrive aan je docent kan laten zien. Dankjewel, succes!